Hey guys, ik ben Jasmine. En ik ben Sabine. En elke week doen er bekende YouTubers mee bij de challenges on Route 12. En vandaag is er niemand minder dan iemand die ik wel heel leuk vind. Hey. 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 Waarom zijn wij wel in Leeuwarden? Het is ver weg, het is vroeg. Ja, normaal strijden wij tegen elkaar, maar vandaag gaan wij tegen elkaar opnemen. Zo. The game is on. Pot. Ik ga jullie nog niks vertellen. We gaan jullie blinddoeken en let's go. Doe jullie niet zo snel! Jij moet dat doen. Ik ben even aan het genieten van het uitzicht. Nee, het is een lange reis. We hebben een filmpje onderweg. Deze week gaan de Lovebirds Thomas en Jasmine de strijd tegen elkaar aan door middel van een trekking. Kom op! De opdracht is om op een zo duurzaam mogelijke manier van Leeuwarden in Amsterdam te komen. Hoe kom ik hier ooit weg? Ze krijgen namelijk een x-aantal wastepunten per voertuig dat wordt gebruikt. En hoe vervuilender het voertuig, hoe meer wastepunten. Achteruit! Oh! Nou, we zijn hier dus nu in fucking middle of nowhere in Friesland. En we hebben met de productiebus Jess en Toe gekidnapt, maar... We zitten vast. Hallo! Ja! 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 Oké. Onderweg zullen Thomas en Jasmine inchecken bij 3 checkpoints. Door middel van de opdrachten te vervullen, kunnen de wastepunten in mindering gebracht worden. En wordt de volgende locatie onthuld. Degene die zo snel mogelijk in Amsterdam met de minste wastepunten arriveert, wint. Ik zie niks. Ik hoor net een auto weg hier. Yeah. Jess en Thomas, doe de blinddoeken maar af. Oh, graag. Wat heb je gedaan? We gaan nu als allereerst beginnen met de eerste challenge. En deze challenge gaat ervoor zorgen dat we weten wie er als eerst een voorsprong krijgt in het spel. Ook nog, een voorsprong. Dat is simpelweg door een vraag goed te beantwoorden. Welk van deze vervoersmiddelen stoot het meeste CO2 uit? Is dat A de tram, B de scooter, C de bus of D de trein? Ik denk uiteindelijk de trein. Ha, bus. Jasmine heeft een punt gewonnen. Yay! Deek express voor je. Ja hoor, trein werkt op groene energie. Altijd. Yeah. Jasmine, jij hebt de voorsprong! En de punt en de voorsprong. Nou Jess, ik ben super trots op je. Lekker Route 12'er. Jij hebt dus nu en wastepunt aftrek en de eerste voorsprong. Wat jij nu krijgt van mij? Een envelop met de eerste aanleiding waar je heen moet. Je mag het raadsel gaan oplossen en dan kun je gaan. Cryptische aanwijzingen. 1. Hoe heet de man in de Efteling? Die roept papier hier. Hollebolle Gijs. Dat is niet Langnek. Het is niet de Python, Hollebolle Gijs. Neem het eerste woord van deze naam. Ja, holle. Oké. Okay. Holle. Ja, Hollebolle Gijs. Vervang de eerste letter van dit woord met de laatste letters in het alfabet. Zolle. Zollebolle. Ik moet naar zollebolle. Vervang de eerste letter van dit woord met de laatste letters in het alfabet. Oh, IZ. IJzolle. Ik zei Zolle. Zwolle. Ik moet naar Zwolle. Ik moet naar Zwolle. Jasmine, dat is in één keer. Ik moet naar Zwolle. Ja! Een plek in Zwolle. Kut. Niet klein, maar groot. Fijn. Nee, groot. Waar doe je duurzaam boodschappen? De Grote Markt in Zwolle. Dit gaan we doen. Nee, je moet naar de Grote Markt in Zwolle. Mevrouw, meneer. Ik heb een vraag. Hoe kom ik vanuit hier het snelst in Zwolle? Met de trein. En waar moet ik dan heen? Station Grauw. En is dat daar? Is dat... Die kant op? Ja. Gewoon lopen? Nou, dat is een beetje ver. Meneer, wij moeten naar station Grauw. Ja, mag ik achterop? Het ziet er allemaal gewoon totaal niet bewoond uit. En om nou hier te gaan staan liften, dat werkt ook niet. Ik ga lopen. De regels. Je mag niet langer dan een half uur in een trein zitten. Nou, een half uur kom je niet aan. Na een trein moet je een ander vervoersmiddel voor minimaal een half uur gebruiken. Je moet minimaal 3 vervoersmiddelen gebruikt hebben gedurende de hele challenge. Hoi, ik heb een vraagje. Ik moet naar Zwolle. Ja, waar zijn we nu? In Leeuwarden ben je. Dat is het centrum. Ja. Naast die toren heb je het treinstation. Kijk. En die
gaat naar Zwolle. Ga je me niet brengen, denk ik. Ja, dat is ook wel, maar ja, je hebt wel iemand mee. Ja, de cameraman gaat dan. Dat is een beetje lastig. Ah, kom op! Is een schaap een vervoersmiddel? Als je zit te kijken, je rijdt wel eens in de auto, je ziet een lifter, neem hem gewoon een keer mee. Nou, dankjewel. High five. Oké, ik ben eigenlijk voor de tweede keer gedropt, want ik weet eigenlijk weer niet waar we zijn. Dit is echt heel raar, waar zijn wij? Is dat een bel? Fietser, die weet het. Hey! Collega ook al wat gevraagd. Nee! Ja. Ik moet echt zo snel mogelijk naar Zwolle. Ja. Maar hoe kom ik daar het beste? Ja, dat vroeg Thomas ook al. Ja, kut! Er gaat serieus maar één bus per uur. Nee, stop, stop! Hallo! Daar is een supermarkt. En er zijn vast wel lieve mensen die rustig hun boodschapjes aan het doen zijn. Die me even of naar het station willen brengen of in ieder geval op weg willen helpen. Kunt u me een kleine lift geven naar het treinstation of in ieder geval op weg naar Zwolle? Dan kan ik via de trein ga ik weer naar Zwolle of zo. Gewoon een liftje naar het treinstation. Okay. Ja? Ik help u met inladen. Tik-tak, tik-tak, tempo. Hoe kom ik hier ooit weg? Oh, fuck. Oh, er staat hier gewoon een fiets. Oh, dat is echt heel slecht. Ik wil gewoon een fiets stelen. Ik kan de trein pakken naar Heerenveen. Maar ik weet niet of ik daar nou echt veel blijer van word. Nou ja, het is in ieder geval een stap in de goede richting. Heerenveen. Hallo! Hallo! Ik heb een probleem. Wat is? Ik moet zo snel mogelijk naar station Gouw-Jerensum. Ja? Yes! Kom maar door! Ik moet wel even een textielbak leggen. Oh, oké. Dat is helemaal prima. Hallo, bent u de conducteur? Ja, klopt. Ik heb een vraagje aan u. Zouden we heel eventjes met de trein naar Zwolle tot Heerenveen ongeveer mee mogen? We mogen ook niet al te lang in de trein, dat is ook weer een regel. Heel eventjes erin en eruit. Nou, liever niet. Omdat ik achter hem aanliep, ben ik door de poortjes heen. Dus ik ben nu gewoon de trein ingelopen. Maar dat mag niet. En die conducteur die kent mij dus. Die weet echt donders goed dat ik dit ga proberen. Dus ik knijp hem wel een beetje. Nou, hij is even een bakken leeg. Als het goed is, gaan we zo weer door, hoop ik. Olie gezet. Station. En nu 27 minuten wachten. Helemaal top. Wij moeten nu wachten tot iedereen is ingestapt. En dan vlak voordat de trein weer gaat rijden, gaan wij eruit. En dan is die vent weer binnen. Tip voor het zwart rijden. Dus als we het fluitje horen, dan zijn we eruit. Dat is nu. Hop. Ah. En is het dagtrein, dagconducteur. En dan zijn wij veilig aanbeland in Heerenveen. Yes! Ik ga maar eens even naar de regels kijken, want dat hebben we nog helemaal niet gedaan. De regels. Je mag niet langer dan een half uur in een trein zitten. Volgens mij zit ik hier al een uur in. De cameraman zegt dat ik aan een noodrem moet. Is het geen boete? Ik ga toch niet in de noodrem? Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee. Willen jullie nou weten hoe dit afloopt? Vergeet dan niet te abonneren en volgende week te kijken naar het tweede deel van deze dropping. Ja, dan moet je achter in de bak. Ik kan best ook even mijn kotsen. Thomas, deze is voor jou.
Laat ons vooral weten in de comments wie jij denkt dat er gaat winnen. Ja, ik natuurlijk. En we zien jullie volgende week weer bij Virtual. Woo!